She is back with a whole new vloggy. Welkom bij een nieuwe vlog. Oh my god, mijn batterij is bijna leeg. Oké, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga mijn camera wel meenemen. En anders film ik wel verder op mijn telefoon. Daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En ik ga mijn nagels doen. Het is weer tijd. Dus we gaan naar de stad. Ik wil even naar de Zara toe. Want daar wil ik wat dingetjes kopen. Of tenminste, daar wil ik wat dingen kopen. Ik wil even kijken. Want ik heb wat dingen gezien online. Even kijken. Vanavond hebben we een feestje. Want mijn broer wordt 40. Zijn vrouw is al 30 geworden. So we got a party. Ze hebben mijn fotoboot. Dus je girl gaat party en werken. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb zin om familie te zien. Ik heb zin om te dansen. Ik heb zin in gezelligheid. En het is weekend. Mij wel bellen. Helemaal gezellig. Oké, ik ga snel met de auto rijden naar de halte. En dan de bus pakken. En dan zien wij elkaar bij de nagelsalon. Tot zo. Ik ben weer thuis en ik zit lekker op de bank met Kat. Even te chillen. Ik was naar de Zara, maar ik heb niet gevonden waarnaar ik op zoek was. Ik kan wel even laten zien naar wat ik op zoek was. Dat is deze jurk. Ik heb hem niet gevonden. Dat is jammer. Maar ik zit er wel aan te denken om hem te bestellen. Samen met dit vestje. Of vestje, het is een jasje. I love it. Even kijken. Deze. Heel erg mooi. Oh my god. Ja, dus die twee wil ik eigenlijk bestellen voor mezelf. Kijk, dit hem. Dat ga ik straks denk ik doen. Dit zijn mijn nagels. What do we think? Ze zijn al wel wat langer geworden. Ik ben bang dat ik dit wel ga voelen met kickboksen. Maar dat is iets waar we dan over na gaan denken. Niet nu. Ik zit naar Boos te kijken. Een aflevering over Makers Avenue. Fun fact. Ik heb daar ooit een... ooit ben ik benaderd door... een stagiaire van mij. Die ik had bij mijn vorige werk. Want zij werkte daar. En zij benaderde mij van, hey, sta je er misschien voor open? Dat is echt al een hele tijd terug, hoor. Om in gesprek te gaan met ons. Ik denk dat je hier heel goed past. La 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 la. Toen heb ik een gesprek gehad met Nadesh, heet zij. De eigenaresse van die agency. Nou, op zich best wel een leuk gesprek. En toen had ze me gevraagd om iets te maken. Dat had ik toen gemaakt. Dat heb ik naar haar toegestuurd. Had ze never op gereageerd. Nu zijn ze bij Boos. Dat is niet best. Dat is niet best. Oh my god. Als Tim Hofman voor je komt. Zullen we even bellen dan? Dat is niet best. Dat is het enige wat ik kan vertellen. Ik ben ook aan een nieuw boek begonnen. Boek 11 alweer. Maand 11, boek 11. We zijn nog steeds on a reading spree. En het heet De Hulp. Ik ben heel benieuwd. Ik ben inmiddels bij... Welke bladzijde ben ik nu? Even kijken. 49 en het heeft 577 bladzijdes. Dus... En ik ben vandaag begonnen. Ben benieuwd. Mochten de mensen nog tips hebben... Halen uit Squana van Less Than A Dollar. Boekentips bedoel ik. Ik ga nog even een heel klein stukje van dit kijken. Oh ja, ik wil ook even laten zien wat ik nieuw heb. Ik heb namelijk nieuwe schoenen. Hakken en sportschoenen. Dus die ga ik laten zien. Ik ga even snel wat te eten maken. Want het is al 4:05. Ik ga om, nou, laten we zeggen 6:10 naar mijn moeder toe. As a matter of fact ga ik nu opstaan en eten maken. Want anders heb ik geen tijd meer om even goed op te maken voor het feestje vanavond. Waar ik wel heel erg veel zin in heb. Ja. Even lekker gehaktballetjes aan het maken.
is eigenlijk een hele tijd geleden dat ik dit heb gemaakt. Ik maak dit nooit. As a matter of fact, eet ik bijna geen vlees. Dus het is echt een soort unicum. Maar ik had laatst tomatensoep gemaakt met gehakt erin. Dus ik kan nog wat gehakt over. En dus vandaar even deze gehaktballetjes. Ik heb een courgette. Die ga ik bakken erbij. En ik heb wat bulgur. En that's it. Dat is de maaltijd. Een hele snelle hap. Oké, dinner is ready. It's giving snelle hap. Hele snelle hap. En it's giving gierige kat. Hallo? Nee. Nee. Oké. Ik ga me klaarmaken voor het feestje. En dit is het jurkje wat ik aan ga trekken. En hier hangt een soort iets naast. Het is nou eventjes niet goed te zien. Maar ik ga me even stomen. Dat is wel nodig. Oké, kat komt even. Dus dat ga ik nu doen. Ik moet ook echt opschieten. Dus dit is wat ik nu ga doen. Snel stoom. Ik ben good to go. Ik heb mezelf gefixt. Dit is wat ik aan heb. Dit is een jurkje van Shein. Heerly. Dit zijn de schoenen die ik nu aan heb. Die ga ik niet aanhouden, maar ik moet allemaal dingen sjouwen. Dus niemand heeft tijd. Niemand heeft tijd om hakken aan te trekken, dus dat doe ik op locatie. Ik ga nu snel opschieten. Ik ga rijden. De camera gaat mee. Jullie gaan gezellig mee met moi. Ik denk, wat heb ik nog meer te zeggen? Niet zoveel. Ik hoop dat het allemaal goed te zien is. Outfit check. Dit is hem. Oké. Bye. Daar zijn we weer. Het kan heel kort maar. Hallo Murat. Hoi. Oh, moet ik er? Ja, kom. Ja, oké. Ik kom wel gezellig voor jou zeggen. Hier. Als allereerst, super fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, heel erg. En het ziet er allemaal leuk uit. wil jij ze nog wat zeggen? Ja, je mag zo'n 20 keer. Ik ben weer thuis. Jullie girl is weer thuis. Het is volgens mij 3 uur geweest. Oftewel, het is tijd om naar bed te gaan. Is mijn concealer niet te licht? Zou heel goed kunnen, nu ik het even in helder licht zie. Want ik heb deze poeder gebruikt van Fenty. Die heb ik ooit gekocht. Maar die gebruik ik niet omdat ik hem eigenlijk iets te licht vind. Maar deze is op. Dus ik had een beetje een combinatie gemaakt. Maar als ik zo kijk, denk ik, girl. Het is niet best. Hallo. My friend. Dus ja, ik ben weer thuis. Ik ga meteen beginnen met dit opruimen. Ik moet hier ook echt mee ophouden. Dit kan echt niet. Ik doe dit elke keer. Ik kom gewoon altijd in tijdnood. Maar er komt een dag dat ik niet meer in tijdnood ben. Dat is zo vervelend af en toe. Hou even op. En dat ik dan gewoon make-up tafel goed achterlaat. Die dag gaat komen. Maar die dag is niet nu.
Die dag is niet nu. Oh, oh, oh. Het was een gezellig feestje. Ik ben nog even gebleven. Oh, komt ze weer. Let op. Kom maar. Kom. Goed, zo. Daar heb je er. En het was alweer tijd om naar huis te gaan. Ik heb mijn fotoboot naar mijn moeder gebracht. Net. Oh, want die laat ik daar. Zodat ik hem niet elke keer de trap op hoef te... Hou eens op! De trap op hoef te tillen. Want dat ding is gewoon best wel zwaar. Ik kan niet zo staan. Oeh, ik ben wel aan het riskeren, maar hij staat wel. Dan hoef ik hem niet elke keer op te tillen, want ik heb geen... hoe heet het? Geen lift. Dus ik breng hem... Na elke boeking breng ik hem weer terug naar mijn moeder. Mocht je mijn Instagram nog niet volgen, @theboutique. Follow. Ja. Wat ik nu ga doen is... mijn make-up eraf halen. Mijn kruikje is al aan het warm worden. Mijn babykruik. Heb ik die ooit laten zien? Dat weet ik geen eens of ik die ooit heb laten zien. Oeh. Ja, die ga ik even... Of tenminste, die is aan het warm worden. En als die dan warm is, dan... leg ik hem lekker in mijn bed. Hallo. Ik voel me dus altijd schuldig, hè. Als ik best wel lang niet... thuis ben geweest en mijn kat dan alleen is. Ik weet niet, ik voel me altijd schuldig dan. Ik merk wel dat ik het daar altijd moeite mee heb, omdat ze is zo aanhankelijk. Ze is gewoon overal waar ik ben, nu ook. Het zit gewoon op mijn schoot. Haar niet bellen, zeg maar. Of juist wel. Als ik zo kijk, vind ik trouwens die concealer wel meevallen. I don't know. Anyway, ik ga dit er even afhalen. Ik moet mijn lenzen nog uitdoen. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik lekker mijn gezicht schoonmaken. Wassen. Tanden poetsen. En dan is het tijd om naar mijn bed te gaan. En dan ga ik verder lezen in mijn nieuwe boek. Ik ben heel benieuwd. Ik merk dat ik echt... misschien ook wel een beetje verslaafd ben aan lezen. Ik kijk er gewoon elke dag naar uit. Elke dag kijk ik er naar uit om in de avond te gaan lezen. Met tv die daar uit mijn bed komt. Ik kijk bijna nooit voordat ik ga slapen op tv. Echt bijna nooit, omdat ik altijd aan het lezen ben. Maar goed, ik had een doel voor mezelf ook dit jaar. 10 boeken lezen. Nou, die kan ik alweer afvinken, want ik ben al begonnen aan boek 11. Dus elke maand 1. Dus ik hoop dat ik dat wel door kan zetten. Ik denk het wel. Dat denk ik eigenlijk wel. Dus dat maar goed. Ik praat veel. Ik ga lekker slapen. Ik ga morgen laten zien wat voor nieuwe schoenen ik heb. Want dat ben ik niet vergeten. Dus 1 paar laarzen en 1 paar sneakers. Dus dat eigenlijk. Feestje was gezellig. Zei ik net ook al. Ik ben gewoon aan het ratelen. Tijd om naar bed te gaan. Oké, ik zou nog even laten zien welke nieuwe dingen ik heb. Ik ga niet eens zeggen welke dag dit is. Ik ga niet zeggen welke dag dit is. Maar goed. Tada! Ik heb laarzen besteld. Bij Naked. Mind you, ze zitten al lang in de doos, hè? Ik heb ze nog niet echt uitgepakt. Alleen even om te kijken. Omdat ik het speciaal voor de vlog wil uitpakken. En dit is een ga die even. Ik vind dit zo mooi. Nee! Nee! Kat! Dit is de laars. Ik vind hem echt
fantastico. Hij was 80 euro. Vond ik het waard. Ja, ik vind hem echt heel stijlvol, klassiek, tijdloos. Mij niet bellen. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En ik heb deze nieuw. Deze. Die heb ik gekregen voor mijn verjaardag van mijn broertje nog. Heel erg blij mee. Ja, ik vind deze ook echt te cute. Ik had ze vandaag aan. Ik heb ze eigenlijk al best wel vaak aangehad. Het enige is, er komt best wel veel lucht hier doorheen. Dus je teen wordt koud. Je teen wordt koud. New Balance is niet voor them cold days. Nee. Want je teen gaat er zomaar afvallen. Maar ja, ik vind ze hartstikke leuk. Dus dat zijn deze. Dan vond ik een pakketje in mijn brievenbus vandaag. En daar zitten producten in die ik heb gekregen van Queen Tarzi. En dat zijn deze, want ik ga voor hun content maken op TikTok. We hebben hier de Dream Blush in Dreamy Berry. We hebben hier de Dream Bronzer in Dreamy Deep. Jawel. En we hebben hier de Dream Primer. Nou, helemaal gezellig. Dus daar ga ik content mee maken. En dan was dit het einde van de video. Ik ga meteen ook een nieuwe video starten.